Yo bitches, what's Gucci? Het is weer tijd voor een nieuwe video waarin ik alles afzeik wat er in Temptation Island gebeurt. En vandaag gaat het over aflevering 12, die naar mijn mening echt gewoon gestoord was. Het ging letterlijk van hier naar daar, naar daar. En ik schrijf natuurlijk altijd alles op terwijl ik aan het kijken ben. En het slaat ook nergens op. Er zit gewoon geen samenhang in of wat dan ook. Maar goed, weet je, maak het uit. Want het is toch allemaal kut. Maar tegelijkertijd daardoor ook geweldig. Eigenlijk is het gek, hè? Je zit altijd helemaal af te zeiken, maar toch kijken we het allemaal. Is dit gewoon een grote vorm van leedvermaak? Of ik vraag het me soms wel eens af. Maar goed, oké. Aflevering 12 zit in het teken van kampvuur 5, waarin de antwoorden van de leugendetector bekend worden gemaakt naar de stellen toe. Of naar de partners toe. Ja. Voordat ik begin wil ik natuurlijk eventjes zeggen dat ik niemand belachelijk probeer te maken of verschut te zetten of... Ik probeer niet kut te doen, ook al doe ik dat wel. Maar ik doe gewoon lekker alsof dat onbewust is. Terwijl het absoluut met voorbedachte raden was. Maar maakt niet uit. We gaan beginnen. Er kijkt weer iemand door mijn raam. Kijk, jullie denken elke keer waarschijnlijk, waarom zit je zo te zeiken over die mensen die kijken? Zeg maar, links van mij zit mijn raam. Maar dat is over de hele breedte van mijn kamer. Ik zit zeg maar gewoon achter de ramen, zonder dat ik ervoor betaald word. Maar goed, ik zit nu alweer 2 minuten te lullen. Wat? We gaan beginnen. Allereerst wil ik weer even mijn ergernissen over Messi uiten, want deze man. Luister, hij gebruikt allemaal van die dure woorden, maar het is alleen maar om die stront te verbloemen die uit je bek komt. Want hij zegt eigenlijk hele domme dingen, maar die klinken nog een soort van normaal omdat hij het groene boekje er even heeft bijgepakt. Rick vraagt dan of hij spijt heeft van de antwoord die hij heeft gegeven bij de leugendetector. En hij zegt dan, nee, ik heb uit mijn hart gesproken en dat zal blijken. Oké, het zal dus blijken dat je gewoon een smerig zwijn bent, maar goed. Aan Tim wordt gevraagd of hij nog wel met Deborah in zijn hoofd zit en met de situatie. Hij zegt van ja, ik denk er zijn geen momenten dat ik niet aan haar denk. Ik denk nou, dat is gewoon een grote onzin, want ik zit constant cherries af te lebberen, maar oké. Maar goed, het zit wel in zijn hoofd, maar hij wil niet die laatste 3 dagen nog laten verpesten door constant aan te denken. Net zoals je zeg maar Deborah's leven hebt verpest, maar oké. Hij hoopt dat ze niet gewoon fuck you tegen hem zegt, maar dat ze hem zijn verhaal laat doen. Want ja, die ruimte verdient hij natuurlijk ook wel echt. Goed, kampvuur begint en Messi ziet allemaal dingen van Danielle en zo. En hij zegt van ja, weet je, meneer Blanco ingestapt. Ze moet niet constant die oude koeien uit de sloot gaan halen. Gewoon precies hetzelfde als Kevin ooit zei. Of ooit zei, eigenlijk elke aflevering weer herhaald. Waarom denken al die mannen toch van ja, we doen mee in dit programma. Dus alles wat ik hiervoor gedaan heb, dat doet er niet meer toe. Want ja, dat is lekker makkelijk. Vervolgens hebben ze weer over die tatoeage. En op een of andere manier denkt hij letterlijk dat misschien zijn naam wel is getatoeëerd. Nou, ik weet niet wie je denkt dat je bent, maar die gaat hem niet worden, maatje. Goed, Danielle ziet daar natuurlijk de beelden van Messi waarop we zien dat hij op elke vraag gewoon een antwoord geeft wat niet waar is. En zegt dan ook van ja, weet je, wat heb ik hier nou? Want hij kan niet eens een eerlijk antwoord geven. En dan denk ik, ja, dat klopt. Lijkt me trouwens wel echt super vaag, man. Als je gewoon ziet dat je vriend alles bij elkaar ligt. Nu gaat alles wat er eerder in je relatie is gebeurd toch gewoon door je hoofd van... Wow, maar was dit dan wel echt? Was dit wel echt? Heeft hij dit dan wel gemeend? Lijkt me helemaal verschrikkelijk. Ja, net als meedoen aan het programma. Het lijkt me natuurlijk ook helemaal kut. Alhoewel, best weertje daar. Tim probeert zijn imago een beetje te redden. Want hij heeft waarschijnlijk ook al een soort van door dat België en Nederland hem gewoon gaan haten. Nou, dat is iets wat hij dan wel goed heeft. Maar goed, hij zegt dan van ja, ik hoop gewoon dat ik er voor Deborah kan zijn in deze moeilijke tijd. En ik wil haar steunen. Denk ik, dat is gewoon precies hetzelfde als een kapper die jouw haar verkloot en vervolgens zegt, ik ga het voor je fixen. That makes no sense. Soms heb je het gewoon al verkloot en is het klaar. Wat wil je gaan doen dan? Zie je het al voor je dat Tim bij Deborah op de bank zit daar een beetje loopt te troosten van, komt allemaal goed, ik ben jou niet waard en zo. Wat? Tim ziet dus die beelden van Deborah waarop ze natuurlijk gewoon nog steeds helemaal devastated is. En hij zegt van ja, weet je, ik heb er gewoon geen spijt van, want ik heb mijn hart en mijn gevoel gevolgd. En ja, anders kan ik niet doen. En Rick zegt dan van ja, maar je hebt gewoon een heel groot gevoel zomaar aan de kant gezet voor een ander gevoel. Hij zegt dan van ja, nee, ja, niet echt aan de kant gezet. Jawel, dat is precies wat je gedaan hebt. Je hebt je gevoel zomaar aan de kant gezet. Je hebt haar aan de kant gezet. Ik weet niet hoe je dit wil relativeren of hoe je dit wil ombuigen. Maar dat kan je niet anders zien. Dat is precies wat er gebeurd is. Nou, Deborah ziet natuurlijk de beelden van Tim, waarop hij gewoon helemaal hoog tot de bodem is van Charisse. En ja, ze gaat gewoon weer helemaal kapot. En ik moet zeggen, ik vind het wel echt heel sneu om te zien, want ze is echt wel gebroken. Op het moment dat ze dan weglopen van het kampvuur, zegt Megan ook van ja, wacht maar dat ik hem vind. En moet ik wel een soort van om lachen. Ik vind het trouwens ook heel knap dat ik het überhaupt verstaan heb, want ze is niet helemaal goed in de uitspraak, maar oké. Bij thuiskomst steunen Vanessa en Gino Deborah, verrassend, maar nee, het is wel, ze doen het echt heel lief. Tim is kampvuur al lang weer vergeten en hij zegt tegen Charisse, oké, als we over zoveel jaar, weet ik veel, 15, gaan trouwen, dan moet het in Temptation-stijl. Hij heeft het al helemaal voor zich. En Charisse zegt gewoon, oké.
En dan in een op één shot zegt hij van, ja, ik heb iemand daar ongelukkig gemaakt, maar hier ben ik iemand heel gelukkig aan het maken. En dan denk ik, nou, hoe denkt hij serieus dat Charisse hetzelfde voelt voor hem als hij voor haar? Want dit, wat? Daarbij moet ik wel zeggen, denk ik, ja, Charisse, je hebt nu toch al wat je wilde. Ik bedoel, je hebt hem verleid. Waarom blijf je in ieder geval zo aardig doen tegen die creep? Want ze zegt ook in een op één shot, ja, is te close, te pushen. Dan denk ik, ja, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd blijf je wel bij hem slapen. Ze kan op een gegeven moment ook gewoon zeggen, hey, to the load, het is me gelukt. Ondertussen smeekt Megan om Joshua's lul, maar dan wel op een soort onschuldige manier door het gewoon te zeggen, ik verlang naar je. Nou ja, ik vond het vrij ongemakkelijk. Maar weet je, het lukte wel, want vervolgens gaan ze samen de douche in, dus oké. Chloe wil een soort van goed praten dat zij en Kevin seks hebben gehad op tv en zegt dan van, ja, iedereen heeft seks. Ja, dat klopt, maar niet iedereen zonder camera. Tenzij je natuurlijk achteraf nog een beetje plezier aan wil beleven, maar Daarna ben ik het kwijtgeraakt. Daarna gingen we allemaal veel te snel. Er gebeurden opeens allemaal dingen tegelijk. En het was ook helemaal niet met opbouw. Nee, Fabrizio ging de kamer in met Danielle. Gino ging de kamer in met Deborah. Messi met Letitia. Het was zo apart. Opeens ging gewoon iedereen met elkaar mee. Maar het was... Zelfs de voice-over zei niks. Het was gewoon... Opeens gingen ze allemaal kamers in. En ik dacht, hallo, tell me more. Wat is er gebeurd? Maar... Het gebeurde en we zagen het allemaal. We beginnen hier waarom, maar daar komt volgende week uiteraard meer over. Hoop ik tenminste, want nu vraag ik me toch echt af hoe dit ineens aan mogelijk was. Ja goed, dus dat was het. Deze video was ook warm, maar ja, dat kan ook niet anders met zo'n gekke aflevering. Laat me even weten of jullie denken dat Gino en Deborah ook daadwerkelijk iets gedaan hebben. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze gewoon dat leuk hebben gemonteerd. Van samen de camera in, terwijl ze gewoon, weet je wel, daar een beetje dagboekjes aan elkaar aan het voorlezen waren. Kan. Like deze video eventjes als je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal alsjeblieft. Want niemand doet het en ik snap niet waarom. Want jullie kijken het wel allemaal. Wil je meer van mij zien? Volg me even op Instagram. Neem me niet al te serieus tenzij je ze uit kunt halen. Maar vergeet verder vooral niet een klein beetje lief te zijn voor elkaar. Joe!